Nou, het gaat om betaling achterstaande en verhoging van de huurgelden. Ja. We hebben achterstaan 6 maanden, 7 maanden openstaan. Voor gelden die we, COVID-gelden ook. Ja. 2021. En jullie zijn al vanaf 9 uur bij het kabinet van de president, neem ik aan. Wat is er sindsdien gebeurd? Er was geweest van het kabinet-president en we moeten even nog wachten. We moesten ons registreren, misschien mogen we naar binnen, dan horen we dat straks. Als u concreet kan aangeven wat de problemen zijn en je kan opsommen. De problemen? Is geld. We hebben achterstand van 6 à 7 maanden. De tarieven die we rijden, wat de staat ons moet betalen, is al lang achterhaald. Waar op basis van 20 zoveel liter diesel. Vanmorgen is het 41,50. En we worden niet op tijd uitbetaald. Dus als men zeg maar, morgen zou storten, dan betaalt men voor een maand. Maar die gap die blijft. Je hebt dat geld nodig. Wij zijn vertegenwoordigers van bushouders, die diensten verleden aan NVB. En we hadden graag een gesprek met de president, maar zo te zien, als u bent gekomen, dus dat lukt het niet met hem. Klopt? Ja, zoals u weet, dient er toch vooraf afspraak gemaakt te worden. Of een petitie ingediend te worden. Mevrouw, we hebben dat meerdere malen geprobeerd, brieven naar hier gestuurd, geen gehoor. Jawel. Ja. We zijn jaren bezig met dit probleem. Niet van u. Ja, en dat van petitie, we hebben bewust gekozen om geen petitie te brengen, want hoe weet je schrijven, boy? Okay. Overal liggen er brieven, petities van NVB-bushouders. Ja? Dus het gaat erom, 1, om te beginnen, je had gehoord van COVID. Jawel. Ja? Wij waren de mensen die de zorgpersoneel van huis uit naar het werk moest brengen, van het werk weer naar huis. Unokisa moet niet dat eten. We reden al jaren voor NVB zonder verhoging. Dat komt maar niet. We hebben ook nog een betalingsachterstand van 6 maanden openstaan. Dus we denken dat de president ons het beste antwoord zou kunnen geven waaraan het ligt dat het zo verkeerd gaat. Vandaar dat we hier zijn. Oké, is goed. Ik weet niet als er werkelijk schrijven is gericht naar hier en of het gestuurd is. Maar dan gaan wij dat door moeten geven aan de president en dan hoort u het naderhand. Want u weet zelf dat het ministerie van TCT gaat over de betalingen. Onder andere. We zijn daar voorbij, mevrouw. Als we hier zijn beland, ja, dan is hier de laatste stop. We hebben nergens meer om te gaan. Ik snap het. Dan gaan wij dan intern kijken. Maar dan gaan wij doorgeven aan de president. En dan moeten wij dan natrekken waar het aan heeft gelegen. Want uiteindelijk is het ministerie van TCT die uitvoering geeft aan betalingen, et cetera. Als ik goed heb begrepen. Je moet mij goed volgen. Dat de president nu hier binnen is. Hij is nu hier binnen. En wij zijn hier bushouders die werken voor de staat. De president is vader van de staat. En die kinderen staan nu hier buiten. We hebben hem nodig. Dus met uw woorden hebben we begrepen nu dat wij de president niet kunnen spreken. Nu niet gaan kunnen spreken. Waarom moet het altijd zo zijn wanneer we in nood zijn en waar de president is... En we gaan bij hem aankloppen dat we nooit antwoord kunnen krijgen en nooit dat we geholpen kunnen worden. Nu moeten we weer naar huis met hetzelfde situatie dat we hier zijn gekomen om te gaan wachten. Net als normaal, net als wanneer Banai net zei. En wanneer komt er een oplossing? We zijn al langs bij het ministerie van TCT. VP geweest. Zij geven ons, het probleem ligt bij financiën. Financiën kan ons geen antwoord geven. En vandaag zijn we hier dat we door weggestuurd. Zonder iets... Dat we ons tevreden kan stellen. Ja, ik snap niet helemaal, maar ik snap nee, u snapt mij niet. Misschien moet ze aanhoren. Ja. De president gaat vertellen wat ze heeft gehoord. Ja. Dan wachten we, dan komt ze terug. Maar zo niet, dit is geen oplossing. Nee, we willen een oplossing, daarom zijn we hier. Als er geen oplossing was, zouden we niet hier zijn. Ja, ik snap hoe zou u voelen als u 7 maanden hebt gewerkt zonder salaris? En we gaan niet rijden ook, als we geen oplossing vinden. We gaan ook niet rijden. Het is te veel. 7 maanden, we zijn nu in november. En straks worden we betaald voor mei. We gaan straks uitbetaald worden voor het maand mei. En als we eind november ontvangen, gaan we ontvangen weer pas in januari. Steeds een maand. Steeds een maand weer. Als je niet oppast, dan wordt het midden januari.